grote verschillen in ons land. En dan heb ik het vooral over de zon. Hier in Harlingen was de zon flink aanwezig. Andere delen hadden gewoon bewolking. En dan op naar vanavond en vannacht. Een waarschuwing voor mist, dichte mist tot zeer dichte mist. En die mist komt bijna overal voor. En dan de temperaturen, 2 tot 5 graden. En de wind uit het westen tot zuidwesten, die is zwak of matig. Morgenochtend de eerste plaatsen mist. En die mist kan het in het zuiden lang volhouden. Verder zon, bewolking en droog weer. Temperaturen morgen 7 of 8 graden en de wind uit zuidelijke richtingen en die is matig tot vrij krachtig. De vrij krachtige wind in het kustenwaddengebied. Nou ja, dan gaan we op naar het avond en nacht. Kans op wat vorst aan de grond, mist, gladheid, het hoort er allemaal weer bij. Op naar woensdag. En misschien in de ochtend nog mist, verder veel bewolking en wat regen of lichte regen. Temperaturen lager, 5 tot 7 graden en de wind uit het westen tot noordwesten en die is matig tot vrij krachtig, de vrij krachtige wind in het kustenwaddengebied. In de avond en nacht een paar winterse buien en op naar donderdag ook een aantal winterse buien. Hagel, natte sneeuw, de zon erbij, een stevige wind, koud aanvoelend en overdag 5 graden. In de nacht wat vorst aan de grond en gladheid, op naar vrijdag wat regen. Temperaturen 6 graden. Zaterdag zo'n 7 graden. En dan gaan de temperaturen weer omhoog. Hoe het verder uitpakt in het weekend, natuurlijk morgen meer erover. Want morgen, tot morgen.